Nou, hoe weet je nou of je grond goed is? Ik ben even hierheen gelopen. Want hier is nog een stukje wat net ingezaaid is aan bloementuin. En dan zie je een beetje van onze bodem. Nou, dat kun je niet helemaal meteen zien. Als je ergens komt wonen en er is een tuin die al aangelegd is. Of de grond is net omgedaan in een nieuwbouwwijk. Dan weet jij niet meteen of die grond goed is of niet. Nou, er zijn natuurlijk allerlei testen mogelijk. Daar heb ik niet zoveel verstand van. Dan kun je dus laten testen of je grond verontreinigd is. Dat zou ik zeker doen als je daar vermoedens voor hebt. Als je denkt van nou dat weet ik niet, dat kan je beter van tevoren doen. Dan dat je er na 10 jaar achter komt dat de grond niet goed is. Maar je kunt het ook merken door hoe alles groeit en wat er goed en wat er fout gaat in je tuin. Zo heb ik het hier gedaan. We hebben niet de bodem onderzocht. Dat was namelijk al gebeurd voordat wij deze boerderij kochten. En die was niet verontreinigd. Maar toen wij hier woonden, kwamen we er wel achter dat er van alles aan de hand was met die bodem op sommige plekken. Kijk, als ik hier kijk naar dat stukje, daar noemen wij het vintage hoekje bij de muur. Dan was het zo ontzettend drassig en er bleef zoveel water staan, dat er niets groeide. En een boer die inmiddels overleden is, maar die hier wel woont, die zei tegen mij, Marleen, daar zitten leemlagen onder de grond. He, dat is een soort hele harde klei. Daar zakt het water niet weg en in de zomer droogt het uit. Dus wat je kunt doen is bijvoorbeeld knotwilligen zetten. Toen hebben wij daar 10 knotwilligen op een rij gezet. Er zijn er nu nog maar een paar van over. Hier zie je ze. Inmiddels al wat groter. En die zorgen dus dat met hun wortels dat verbeteren van die bodem wat sneller gaat dan anders. Toen hebben we hier een kippenren gemaakt. Hè, omdat er toch weinig groeide. En door de jaren heen is die grond prima geworden. Het bleek bijvoorbeeld ook dat hier de beukenhaag op dit stukje niet goed groeide. Dus we hebben een beukenhaag die daar nou over de muur heen komt. Dat vind ik wel mooi om dat dak te camoufleren van de nieuwe buren. En die, ja, die was daar dood gegaan. Hier doet hij het ook slechter, dat zie je. En wat je dan kunt doen, is bijvoorbeeld takken van knotwilligen in de grond steken. Die kun je gewoon zelf snoeien van knotwilligen. En dan mag je ze niet laten bevriezen. Stop je ze een stuk in de grond. Grond goed omdoen en zo. En dan gaan ze wortelen. En dan worden het knotwilligjes. En die zorgen voor een verbetering van de bodem. Maar wat ontzettend belangrijk is om die bodem te verbeteren, is dat je alle bladeren en takjes niet gaat afvoeren. Hier heb ik een heel walletje neergelegd. Dat is ook ideaal voor diertjes om in te zitten. Maar die bladeren en die takjes, die hebben een heel belangrijke functie. Ze zeggen wel eens, bladeren zijn het goud van je tuin. Nou, dat komt omdat ze de bodem beschermen. Kijk, hier is alles weggeharkt omdat hier de bloementuin ingezaaid is. Wat gebeurt hier nou? Als het keihard gaat plensen en gaat regenen, dan slaat die bodem weer dicht. Dat gebeurt niet als er takjes en bladeren op liggen. Als de zon fel schijnt en het is heel droog, dan wordt met een laagje bladeren die bodem helemaal beschermd. Dan kan het bodemleven gewoon doorgaan en de bodem droogt veel minder gauw uit. En ook dat bodemleven, die wormen en die beestjes, wat het ook allemaal zijn, het zijn er miljoenen. Ja, die zorgen ervoor dat die capillaire werking in de bodem weer goed komt. En dat die bodem weer heel gezond wordt en vruchtbaar. Dus als je nou een stuk in je tuin hebt waar het niet wil groeien, waar water blijft staan, waar het altijd drassig is, waar heel veel slakken zitten, ja, dan zul je iets moeten doen om die bodem weer luchtiger te krijgen. En het belangrijkste is dus bijvoorbeeld in de winter of in de zomer daar bladeren, daar humus doorheen te halen, zodat die bodem verbetert. Als je de plant op gaat zetten, dan zul je ook voldoende voedingsstoffen in de bodem moeten hebben. Ik gebruik nooit kunstmest. Ik gebruik altijd Culterra. Dat is gedroogde koemest. Die gaat niet heel snel werken, maar die geeft continu zijn voedingsstoffen af. Voor een langere tijd. Dat is heel belangrijk, want anders spoelt alle voeding meteen weg. Nou, dan moet je ook niet je bodem elk jaar gaan frezen en omspitten.
als je gaat spitten, dan kan je dat beter met een riek doen. Dan laat je die bodem zoveel mogelijk met rust. Je moet het natuurlijk wel, als je gaat zaaien, of als je nou een plant of een roos of wat er dan in gaat zetten, dan moet je die grond natuurlijk wel klaarmaken daarvoor. Elk jaar zul je je grond kalk moeten geven. Niet bij alle planten, varens bijvoorbeeld niet. Die zijn zuurminnend, maar dat kun je heel makkelijk opzoeken op Google. Maar de meeste planten en gras ook, die hebben kalk nodig om voedsel uit de grond te kunnen opnemen. Nou, die kalk die strooi je dan in januari, februari. Want kalk moet altijd een aantal maanden in de grond zitten voordat het groeiseizoen begint en jij de mest gaat strooien, zoals Coolterra bijvoorbeeld. Ik heb er geen aandelen bij, maar wel heel veel jaren goede ervaring. En dat moet dan eerst met kalk behandeld worden. Maar nogmaals, let even op welke planten er niet goed tegen kalk kunnen. Dat zijn de zuurminnende planten, die willen geen kalk. Dat moet je dus eventjes opzoeken. Maar bijna alles wel. Dus ik kalk bijna alles in het gras in januari, februari. En dan begin ik in maart met de mest. En zeker, gras heeft veel mest nodig. Nou, wat kun je nou doen om vochtproblemen op te lossen? Hier zie je het al langs onze boerderij. Die staat op staal, dus er is geen fundering, er is zand. Maar het moet natuurlijk goed droog blijven, die muren. En nou hebben wij daar gewoon een stukje afgegraven met de hand, met een schop. En daar hebben we kiezels in gegooid. Dan zakt het water veel sneller weg. En dan kun je dus op die manier stukjes in je tuin waar je een vochtprobleem hebt, kun je ontlasten. We hebben natuurlijk ook paadjes mee aangelegd, dat vonden we ontzettend leuk. Hier zie je het pad naar de voortuin. Daar is onze voortuin, daar zal ik ook nog een keer doorheen lopen. En wat ik dus doe is altijd in de herfst alle bladeren gewoon in de borders harken. Er is maar één plek waar je blad niet kunt laten liggen, dat is op het gras. Gras kan er niet tegen als je blad laat liggen, maar hier zie je ook allemaal blad en bamboe. En in het voorjaar dan ga ik dat weer wegharken. En dan, als het dan weggeharkt is, dan zie je vaak dat die grond daaronder heel mooi zwart is, heel humusrijk, heel gezond. Snap je, dan heb je hem beschermd. Maar er zijn ook hele stukken waar ik het gewoon laat liggen, zoals hier. Ook in de zomer. Dat noemen ze ook wel een mulliglaag. In het voorjaar laat ik eerst de grond, ga ik weer harken en weer, dan hark ik ook gewoon veel bladeren er doorheen. Die komen dan in de grond. Maar ja, je ziet gewoon waar je die bladeren hebt laten liggen. Dat is een hele mooie zwarte grond onder. En dat is ook wat gebeurt op de composthoop. En die is voedzaam. Snap je? Alle voedingsstoffen uit die bladeren en die takjes, die heb je niet afgevoerd. De compostbak is ook zoiets. Als dat straks, dat ruikt dan naar bosgrond, dat doet het nu ook. Dat kan je ook over je grond heen gooien als grondverbeteraar. Als je dat allemaal nog niet hebt, kun je ook grondverbeteraars kopen. Ja, dat zijn gewoon zakken met humus. Soms ook turf, houten, schaafsel. En zo kun je de grond verbeteren. En dan moet je natuurlijk, dat komt in de volgende les, van wat zet ik waar neer. Moet je natuurlijk heel goed nadenken in je tuin. Welke planten, bomen en bloemen je waar neer gaat zetten in die grond. Want als jij een plant hebt, zoals bijvoorbeeld lavendel, die graag heel droog staat. En niet met de voeten in het water of in de drassigheid. Dan moet je die ook op zo'n plek neerzetten. Als je die in de schaduw gaat zetten, met veel vocht, dan gaat hij het helemaal niet doen. Dat is op zich ook niet erg hoor, want al die dingen die fout gaan, daar kun je veel van leren. Kan je laten zien, hier is een lavendel. Loop ik even terug. Hier is de taxus. Onder een taxus groeit niet veel, dus altijd droog onder coniferen en zo, een taxussen. Ik kan je hier laten zien dat hier staat een lavendel. Nou ja, dat is niet veel meer. Hè? Die is zo goed als dood. Misschien is hij al dood. Die staat hier bij een muur aan de noordkant. En daar kan hij dus gewoon niet goed tegen. Dus dan gaat hij dood.
Dus je moet eerst je grond verbeteren of je grond gaan verbeteren. Altijd blijven verbeteren met bladeren. Je moet je niet allemaal wegharken. Je moet je zoveel mogelijk in je eigen tuin houden. En ja, de bodem is echt de basis van een prachtige tuin en mooi bloeiende planten. Succes!